padre, pregunta al niño. Y alguien le respondió: un padre es aquel hombre que un día le nació un hijo y comenzó a llamarle padre. Wat is een vader voor een groot kind? Iemand heeft gezegd: de vader is iemand die een kind heeft gekregen. Esa es la respuesta que al niño se le dio. Dit is het antwoord aan het kind is gegeven. ¿Y qué es un padre? En wat is een vader? Respondo yo por la enseñanza que Dios su palabra me dio. Beantwoord ik door middel van de les van het woord van God. Que padre no es cualquier padre. Vader is niet zomaar een vader. Porque primero Dios lo llamó. Want eerst heeft God hem geroepen. Y a él primero educó. God heeft hem eerst dándole amor y ternura. Door middel van liefde. Dándole amor y ternura. Door middel van liefde. Y el deseo de hacer lo bueno. En het verlangen om het goede te doen. Por la palabra que le enseñó. Door middel van het woord dat hij geleerd is. Y que con paciencia a su hijo. En dat met geduld aan zijn kind. Diera esa misma educación. Dezezelfde educatie kon geven. Porque como el sembrador siembra la semilla. Want zoals iemand zei. Y la cuida hasta verla crecer. En zorgt ervoor zodat het kan groeien. Esperando así los frutos. Wachtende om de vruchten. Para de ella comer. Om van daar te kunnen eten. Así es el padre que cuida. Zo is de vader die zorgt. El hijo que le fue otorgado. Voor het kind die hem gegeven is. Para cuando él sea llamado. Zodat hij, wanneer hij geroepen wordt. Su hijo también cultivar. Het kind ook zal kunnen zorgen. La semilla que su padre a él. De zaad die van zijn vader is gekomen. También le entregó. De zaad die van hem is gekomen. Y que su hijo reflejara. La santa gloria de Dios. Para cuando su hijo también sea llamado, sea del Padre, Hijo, los dos. Que Dios le bendiga. Amén.